Waar ik heel veel vragen over kreeg op Twitter, was jouw manier van juichen. Je doet je hand voor je gezicht. Kun je eens uitleggen wat het is? Want veel mensen vragen zich dat af. Ja, ik hou het ook liever van mezelf. Ik vertel het nog wel een keer, maar voorlopig nog niet. Is het iets persoonlijks? Ja, het is wel iets persoonlijks. En het is gewoon... Ja, jullie komen er nog wel achter. Een mooie cliffhanger. Ja, zeker. Steven, je bent met 6-1, je maakt er zelf 2. Ja, geweldig toch? Ja, zeker. Het was wel een lekkere overwinning. Alleen, ja, ik denk dat het nog wel beter kon, vooral in de helft. Ik zag wel dat Willem II makkelijk onder de druk vandaan speelde. En ja, dat moet wel beter. Met jezelf, ja, de afgelopen weken, ik zie je de ene naar de andere mooie goal maken. Dankjewel. Ja, het gaat lekker. Ik heb veel vertrouwen. Ik krijg veel vertrouwen van iedereen. Dus ik ben blij dat ik dan die doelpunten kan maken. Belangrijk kan zijn. Wat ik gedacht als leek van die Bergwijk zit bij Oranje. Maar dat viel met je mij tegen. Jou ook? Ja, eerlijk gezegd wel. Maar ik ga er niet bij neerzitten. Het is een keuze van de bondscoach. Die moeten we respecteren. En, ja, gewoon voor mij is het zaak om zo door te gaan. Je hebt zoiets van, ja, als ik zo blijf voetballen, dan kan hij op een gegeven moment niet meer om mij heen. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet zo, ja. Voor mij is gewoon PSV het belangrijkste. Ik moet gewoon hier mijn ding doen en ik wil gewoon belangrijk zijn voor de club. En dan zie ik het wel. Van de week verlengde je contract officieel. Ik zag jou een handtekening zetten. Mooie momenten, denk ik. Ja, zeker. Wat ik al zei, ik krijg veel vertrouwen van iedereen. En ja, ik wil er graag nog blijven. En ja, dat is dan mooi dat we er samen uitkomen. Wat is nou jouw echte doel van dit seizoen? Wat is nou het allerbelangrijkste? Kampioen worden sowieso. En zo ver mogelijk komen in de Champions League, Europa. Dat eigenlijk. Dan wil ik eigenlijk jou de laatste vraag aan jou overstellen over die Champions League. Ja, kom op man. Barcelona, Spurs, Inter. Je gaat zelf al lachen. Geweldig toch? Ja, zeker. Mooier kan niet eigenlijk. Je weet, als je in de Champions League komt, krijg je allemaal lastige tegenstanders. Dus ja, dan maar deze.